Ja, we staan hier in de Graashoek. En ja, wie gewoon vandaag wat mij maken. Hé, hey, zien een aantal mensen die hebben al van die oude brommetjes nog. Hè. En daar hebben we een aansprong mee gemaakt. We hebben hier een mooie locatie gevonden. Lekker oud. Ja, dat huurde ook bij die brommers. En ja, die hebben beloofd dat ze hier zullen zien. Maar ik zei, tja, aha, daar komen ze. Hé, hey, Tom, kijk, kijk, kijk. Daar komen ze aan. Hé, hey, dat is te gek. Ja, we hadden hier extra deze locatie bij uitgezocht, omdat dat, ja, dat huurt eigenlijk BB, ook die brummeltjes natuurlijk. Nou, dan komen de mannen aan. Ja, wel duur. Dan ruikt ze het. Hey, heerlijk, hè? Mooi. Zeg, prachtig dat je er ziet. En zonder helm. Zonder helm, eindelijk keer zonder helm. Ja, hier op het pijtje mag dat wel. Hè? Ja, normaal mag dat niet. Nee, normaal mag dat niet. God, ja, we willen ons eigenlijk heel graag met nog allemaal even over praten. Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Misschien het makkelijkste als we met voet zetten. Zullen we met voet zetten? Ja, doe maar. Mooi. Ja, zet hem maar veilig even neer, want het is hier wat zacht. Hè? Dus je doos geluid wel een beetje een... Laat hem neder hem vallen, zo doen we het zo zien. Hier is ook nog een plank. Tom, dan gaat die een hertog ook open, of niet, joh? Ja, ja. Wat voor dikke nog een toe, hé. Ja, ik zie al een floret en een zundap. En ja, dat was vroeger, was dat tweespal tussen die twee merken. Ja, wat ben je? Ja, ja, floret er in je nozems op. En een zundap er in je ballen op. We zullen eens vragen of je ook nozems en ballen bij zitten. Gij dat heen, Jan, anders moeten we even een ander plekje zoeken. Gij dit? Anders komen we gewoon op de kook. Ja. Mooi, hè? Och, och. Nostalgie, hè? Ja, nostalgie. Vertel... Ja, dit is Jan Kramer, hè? Ja, Jan, ja. We hadden een keer contact gehad al. Zeg, nostalgie, wie komt ze door Hans Beeuwen met een... Ja, die is dan een prachtige floret in de kruiler. En wie komt ze door Hans Beeuwen? Ja, niet een Hans, zeg. Nee. Ik heb van vroeger goed, hè. Ja, vertel. Ja. Kijk, vroeger had je allemaal zijn ding, hè. Hij is of in de zundap, of in de kruiler. En hij is die ruige jongens in de poeg. Ja. Kijk, jij vroeger in de zundap? Ja. En... nou, ik in de voet kwam, denk ik vrek, ik kom hier in de kruidler. Dat is wat Tiet me altijd geïnteresseerd had, dus ja. Vandoor in de kruidler. Maar kent ze, wat, ja, deze doet weer niet bij wie ze wil spreken, maar kent ze er zo nog makkelijk aankomen dan aan die oude brommers? Daar kent ze aankomen, maar ja, moeilijk. Moeilijk? Ja, en onderdelen ook moeilijk, hè. Ja. Beurzen, marktplaats, ja. En waar is ze even gevonden? Hilversum. In Hilversum? Hilversum, ja. Via marktplaats? Oh, via marktplaats, ja. En meteen verkocht? Ja, dan moesten ze kenners metnemen, want ja, dan kun je veel bekijken. Joh. Want ze maken van drie eieren. Ja? Zoals wij bedoelen, ja. Ja. Ze verkopen van alles. Ja. En dan moesten ze natuurlijk rekening mee houden dat het ook enigszins origineel bleef dan. Dat is het net, hè. Daar gaat het net om. Ja. Om het origineel te houden. Ja. Kijk, dit is vrij goed, allemaal origineel, hè. Ja, dus prachtig, hè. En ja, dan ben je nog dan net met vier man aankomen, maar ik had al begrepen, er zijn niet veel meer mensen die hobby hebben eigenlijk, die oude brommers. Ja, op een ook heb ik met Mart hier weer. Ja, dat zijn jouw Mart, dat is daar. Oh, we dadelijk even met Mart praten. Ja. En zo gehad, is vorig jaar van wieveel brommers lopen er op een ook. Ja. En dan zijn we een zeukje gegaan, en dan zijn er 15 personen. Maar ik denk, een brommers, misschien wel 40. Echt hoor. Ja, zie meer mensen die ook meerdere brommers hebben. Ja, er zijn erbij, die hebben er heel veel. Ja. Oh, mooi. Ja. En dan heb ik ook begrepen dat er over enige tijd, een paar weken geloof ik, dan wil je dat ook eens allemaal bij jij hebben en dan gaat het wel lekker goed. We hebben nog een tour toch gemaakt, maar een examen en die komen dan rijden op een zonnig. Als je bemoed gezat hè? En... We hebben ze gisteren toevallig gereden. Ja. En dat liep goed. Dus ik ga een ganse ronde maken van een 80, 90 kilometer.
Ik ben Mart Ierwe. Mart Ierwe. En Mart, welke is van DG? Nou, dat kleintje. De Batavus. De kleintje. Batavus. Oh, dat... Hey, top. Batavus. Goed, daar heb ik vroeger op gereden. Alleen, ik ben niet zo'n moeie. Ik had er een met twee van die zitjes. En ja, ik vond dat toch maar zund. Wat heb ik toen gedaan? Die twee... Alderwets waren net zo'n opa. Ik denk draaf. En toen heb ik een buddy set gekocht. En die met dieseldraad vastgedraaid. En daarop heb ik het tof. Maar dit is niet met dieseldraad. Dit is niet met dieseldraad vastgemaakt. Nee, dat ziet geweldig goed. Kom eens even een beetje kijken door het op. Er was ook een blok roestwicht gekocht. Echt waar? Ja. En dat begreep ik dus goed, dat het een hobby is, ook om die ganzen op te knappen dan. Ja, dat is de hobby. Dat is de hobby. Dat is, ja, en te rieën ook natuurlijk. Dat is natuurlijk ook heerlijk, ja. En opknappen ook, hè. Ja. En dan wil ik wel eens weten, dan heb ze zo'n brommer met een hele hoop roes aan. Wie lang thuis erover om deze prachtig te krijgen wie ze mooi is? Dat moet ze niet zeggen, ik moet dat maar in een week niet klaar zijn. Nee, dat begreep ik nog zelfs. Dat moet echt een hobby blijven. Dat moet ze aan werken als ze er zin in is. En niet zeggen van ik moet het in klaar hebben. Nee. Dat is gewoon op die gemaakt eraan werken. En doen ze dat alleen dan? Of? Ja, meestal wel, met de bromfiets wel. Oké. En heeft ze nog mensen, of ja, best ik een beetje de adviseur of lederijn, of heeft ze gewoon nog mensen die dicht wel adviseren? Oh, dat is droog wel, want ik weet ook niet alles, zo lang niet. Nee. Ik heb dat blokje wel gaan door het rein gehad en het frame gaan door het rein, alles. Zo dat er vroeger al in? Heeft ze vroeger ook zo'n Batavus gereden of zo dan? Ik heb vroeger ook, wel een ander model, maar ik heb wel Batavus gereden. Oké. En mijn broers die hadden zo'n model, die waren allemaal ooier als ik. Ja. En daar mocht ik toen nog mee opereren. Dus, oké. Met hoeveel jaar zoet ze de eerste keer op de brommer? Het is van jaar dus. Ja, nee, toen was ik toch al 16. Ja, toch wel. Ja, maar toen was ik, dat is, hoe lang? Ik was 16 en dan trek ik me helemaal terug. Ja. Je was jaren geleden dan. Ja. Zeg, maar ja, dat moest toch, ik bedoel, als ik nog de brommer had, dan reed ik zo geweldig op. Maar ik zou het niet doen, dat ik durf te horen, want ik kreeg hem nooit van zijn leven meer in eind. Zit ze een beetje in de techniek, waardoor Nee, maar dan moet ze hem zelf druk zetten als ze moeten reindrijden. Zo je het nodig is, hè? Ja, ik denk ook eens op marktplaats kunt zoeken. Dat zit wel altijd goed, hè? Want hetzelfde wel terugdraaien. Ja, prachtig. Onderdelen van Batavus, dat is een beetje moeilijk, hè? Ja, Krijtler en Zundap, dat valt al met. Maar nou, de Sierens is ook moeilijk, maar de Batavus is ook. Ik ben naar Friesland geweest voor onderdelen te halen. Echt hoor? Ja. En wie komt dan dat die niet zoveel gemak zit? Neem ik dan maar aan. Ja, die hebben heen niet zoveel gereden. En die zussen niet meer. Offshore, nee, op de Grashoek zat een dealer van Batavus. Hè. Oh, die heeft hier op de Grashoek gezien? Toontje Maassen, dat was de dealer, ja. Oh. Ja. Aha. Mooi, we kijken eens even bij de volgende. En de jongste telk. De jongste telk, hoe ik dan zei. Met de jongste brommer, uiteraard. Ja, en dat is dus, welke brommer en eerste naam natuurlijk. Mars Breumerk ben ik, En de Zundap de eerste tijd is eigenlijk nog is nog niet gerestaureerd in de zin dat het overgespoten is. Dus het is eigenlijk nog vanaf dat van de nieuwe hoed, met de nodige dingetjes al verhangen natuurlijk. Maar er is eigenlijk nog een fase om de, ik weet nog niet bij wie het echt ermee gaat, maar. Dat is in ieder geval identiek de brommer die ik zelf vroeger gereden heb. Zelfde kleur, eigenlijk alles hetzelfde. En de eerste zoe kunnen kopen bij je donor steed? Of is er toch? Ja, dat heb ik inmiddels al voor een heel deel aan versleuteld. Hij leeft niet. Dus het blokje is op training geweest. Die ben wel handig als ze wel loopt natuurlijk. Ja, de mensen hebben me verteld dat de vier versnelletjes staan. Zo er geen kenteken op, want dat is ook verplicht vanaf 2006. Ja. Dus heb ik net voor een jaar heb ik de kenteken gekregen. Wordt toch helemaal gekeurd op snelheid, remmen, nummer, verlichting. Het moet allemaal functioneren. Dus in die zin is het er klaar voor. Maar heel goed, te zien altijd wensen. En dat is toch de hobby voor. Het is wel de beste toch groeien, zo of niet? Hè? Ja, tuurlijk. Prachtig als het is, u stond. Ja, en dat lukt mijn zoon een keer. Dus, ja, heerlijk. Ja, nee, dus... We gaan naar de vierde in Boende, zeggen ze dan. Hè? Ja, dan begrijp ik dat de Venloes sier is, hoor. Ja, dat is voor mij. Ja. Het is volgens mij ook redelijk zeldzaam, of niet? Ja, zeggen ze wel. Dus, Want ik heb ze niet zo duks in rieën, eerlijk gezegd. Nee. Ik kost het merk nog helemaal niet. Nee. Ik kwam er toevallig bij uit. Ik was ook via Marktplaats aan het surfen. En kwam er bij uit. En ik dacht, ik ga eens een keer kijken. Nou, toen bleef me gewoon aan de vingers plekken. Dus, Heeft ze hem ook in Venlo gekocht? Nee. In de buurt van Emmen.
Die had al reisjes gemaakt. Hij heeft reis. Hij heeft 4 jaar gewoon op zolder gestaan, zonder dat ze wat met gedaan hadden. De leber niet, zei je in eerste instantie. En toen hebben we de honger gehad, er toch een tochtje op gemaakt. Maar ja, later nog bleek dus dat de bluksje toch niet goed was. Dus ik heb met een hele goede kenner, Martijn netjes in eind gezet. Maar dit is ook mij gekeken. Ik heb mij gekeken, dat is goed. Dus, Dat was wel handig, als je met zijn club wist, dat er altijd mensen zien die dus advies kunnen geven. Dat, en zo, ja. Dat, maar zo op zich, het is toch prachtig goed. Ja. Die had, eigenlijk qua uiterlijk waren al zo mooi. Hij was ongeveer in die de kleurstelling, alleen de kettingkast en een paar schildjes die waren nog niet in de goede kleur. En die hebben een goede kleur laten spuiten en gewoon helemaal in orde gemaakt. Prachtig. Ja. Prachtig. Zeg nou, ik stond nu bij dicht. We kennen die anderen hier ook voor je. Vroeger hoor ze altijd. Ik had zelf, was straks verteld over de Betabes en die kocht ik. En ik ging toch iedereen voorbij. Ik ging met 70 volgens mij al. Die wordt allemaal opgevoerd. Is dat nu nog of... Niet dat ik weet, het moet origineel blijven. Dan moest er eigenlijk niks aan doen. Okay. Dus, En dan riet ze dus hoe goed 40 kilometer per uur? Tussen de 40 en de 50. Oké, Daar zit ze. Sommige helder. Zijn toch wel wat merken die toch een andere snelheid hebben dan de oudjes. En dan, wat is het leukste gewoon, van die hobby, om dan samen met zo'n clubje... Dat is een van de leukste dingen die erbij huren. Dat is het samen, dat is niet alleen. Een hobby is ook niet alleen. Dus, dat klopt. Dat is het delen met anderen. Rutje net ook. Heerlijk, wat een middag hier, hè. Op de Graashoek. En dan gaan ze. De mensen met de brommers. Het is toch een prachtige hobby, hè. En ze vinden het heerlijk om daar aan te knutselen. Maar ze vinden het zeker zo leuk ook om te rieën. En we komen nog een keer terug heen. Voor te kijken. Want dan gaat die ganse club van de Graashoek. Die gaat een prachtige toertocht maken. Maar we hebben vandaag al een stukje genoten. Als het hart helemaal is, stop ik. Samen.